We openen de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament, het boek van de handelingen van de apostelen, beschreven door Lucas. Hoofdstuk 3, waarvan we lezen vers 1 tot 26, dus het hele hoofdstuk en de tekst is vers 1 tot en met 10. Petrus nu en Johannes gingen samen op naar de tempel, omtrent het uur van het gebed. Dat is de 9e uur, 's middags om 3 uur. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf vanaf zijn geboorte, werd gedragen, welke ze dagelijks zet aan de deur van de tempel, die genoemd wordt de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel ging. Welke Petrus en Johannes zien dat als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes zei: zie op ons, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde, ging met hen in de tempel, wandelend en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de Schone poort van de tempel. En ze werden vervuld met verbazing en ontzetting over wat hem geschied was. En als de kreupelen die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, hij kleefde zich aan hem vast, liep al het volk gezamenlijk tot en in de voorhof, die de voorhof van Salomo genoemd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert u over dit? Of wat ziet u zo sterk op ons, wat kijkt u ons zo sterk aan, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar u hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt u gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die u ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat u het door onwetendheid gedaan hebt, zoals ook uw overste. Er was het verschil tussen zonde en onwetendheid. Paulus zegt dat ook. Hij zou Christus niet vervolgd hebben, was hij geweten dat Christus de Messias was. Dan neemt zijn schuld niet weg. Maar daarom is er vergeving. Als je opzettelijk zweert bij een andere God met opgeheven hand, is er geen offer mogelijk. Dat is het aangrijpende. Dus onwetendheid is geen verontschuldiging, maar een aanduiding. Het kan verzoend worden. Ik weet dat u het door onwetendheid gedaan hebt, zoals ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld wat hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.
Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die hij u tevoren gepredikt is. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting van alle dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broeders, zoals mij. Die zult u horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal zijn geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarin gevolgd zijn, zoveel als er gesproken hebben, die hebben ook deze dag van tevoren verkondigd. Jullie zijn kinderen van de profeten en van het verbond, het welk God met onze vaderen heeft opgericht, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u zegenen zou. Daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Tot zover de schriftlezing zoeken we samen. Het thema van Handelingen 3 vers 1 tot 10 is: Christus betoont zich uit de hemel de levende verlosser. Twee lijnen. Ten eerste, we zien bij de tempel de ellende van de zondeval. En in de tweede plaats, Petrus verkondigt zonder omwegen het evangelie. Dus Christus betoont zich uit de hemel de levende verlosser. We zien bij de ingang van de tempel de ellende van de zondeval. En Petrus verkondigt in de tweede plaats zonder omwegen, zonder restricties, het evangelie. Dus ten eerste zien we dus bij de tempel de ellende van de zondeval. Gemeente jongens en meisjes, Lucas vertelt in de Handelingen aan Theophilus in Rome wat het christelijk geloof is en wat de christelijke kerk is. Aan het slot van Handelingen 2 krijgen we een algemene beschrijving van wat de kerk is. En in hoofdstuk 3 krijgen we een plaatje van dat geheim. We zien dan hoe het werkt, de kerk in actie. En jonge vrienden, dat is het verschil met alle andere godsdiensten. Het christelijk geloof is niet zomaar een filosofie als het boeddhisme of wat dan ook. Niet zomaar een bepaalde leer zoals je de leer van de islam hebt, de leer van het boeddhisme, et cetera. Het christelijk geloof is geen theorie. Het is iets wat gebeurt. Het is iets wat God laat gebeuren. Wat God je laat overkomen. En daarom bestaat de Bijbel voor het grootste deel uit geschiedenissen. Om te vertellen wat er gebeurd is. Wat God deed. God zond zijn enige geboren zoon tot verzoening van onze zonden. En de zoon kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. Lees de Bijbel maar door, van begin tot het einde gaat het om actie. Om datgene
wat mensen boven vandaan overkomt. Wat mensen vernieuwt. Het doet er niet toe of het nou gaat om de roeping van Abraham met zijn vrouw, met zijn tweeën in de tent. Het is net zo onverwacht als de roeping van Mozes bij de brandende braambos, toen hij de schapen van zijn schoonvader Jethro hoedde. En zo staat hier ook. God gaat in Handelingen 3 aan Israël een bewijs geven van wat in Handelingen 2 is verkondigd van de opstanding van Jezus Christus. Wat is God langmoedig? Hij begint notabene weer in Jeruzalem. Wij zouden zeggen, nou daar hebben ze genoeg gehoord. We gaan ergens anders heen. Nee. Ja, maar daar hebben ze zijn zoon gedood. Laten we die mensen maar even vergeten. Nee. De opdracht is juist, beginnende vanaf Jeruzalem. En in hoofdstuk 1 zien we dan wat het geheim van de ware kerk is. Dat het van boven moet komen. Daar zien we de kleine gemeente van 120 mensen, enkel Joden, bidden om de vervulling van de belofte van de Heilige Geest. En Handelingen 2 laat zien hoe die belofte vervuld wordt over vanuit de hemel en vaardig wordt over de apostelen en hen het evangelie doet verkondigen aan alle die in Jeruzalem zijn. En hoofdstuk 2 vers 43 vermeldt dan, en een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En nu gaat Lucas van een van deze wonderen een wat uitgebreider verslag geven. Hij kiest een wonder die voor veel publiciteit zorgt en ook nogal wat gevolgen heeft. Uiteindelijk worden Petrus en Johannes door dit wonder gevangen gezet. Ja, Petrus mag op herhaling. Weet u het nog? Zonder die het openbaar gedaan zijn, moet in het openbaar beleden worden. Christus heeft het met Petrus een verloging en is van Simon gezien. Daar is onder vier ogen gesproken. In de kring van de discipelen hebt gij mij liever dan deze. Drie keer. En nu mag Petrus het laten zien voor het Sanhedrin, voor dat dienstmeisje, die kan de oren niet geloven als ze Petrus hoort preken, en de hoge priester, hij getuigt, onbevangen van de werkelijkheid van Jezus Christus. Ik ben van hem. En tegelijk wordt het bij het wonder duidelijk dat het bij de wonderen gaat. Wij willen graag wonderen hebben, dat is zo mooi. En het is voor jezelf zo fijn als je ziek bent en ineens een wonder, je bent genezen. Ja, maar het gaat bij de wonderen niet om wat fijn is voor ons. Maar het gaat om een tekenfunctie om de weg te banen voor het evangelie. Vandaar dat op het verslag van dit wonder, maar het zou te veel zijn voor één dienst, volgt een hele preek die Petrus gehouden heeft. Vanmiddag de geschiedenis. Lees maar mee, vers 1. Petrus, nu en Johannes gingen samen op naar de tempel. Omtrent het uur van het gebed zijnde de negende uur en een zeker man die kreupel was, van zijn moeders lijf aan, het gedragen welke ze dagelijks zetten aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Dus Petrus en Johannes gaan 's middags om 3 uur naar de tempel
om daar de dagsluiting van de tempel, het avondgebed, bij te wonen. Ze willen aanwezig zijn als daar in het heilige de priester het reukwerk op het altaar legt en de gebeden opzendt voor Israël. Wat een les, wat een les. Ze zijn stapeldruk. Dag en nacht. Al die mensen die tot geloof komen, al die vragen die er zijn. Ze zijn druk met preken, druk met dopen, druk met beantwoorden van allerlei vragen. Maar hoe druk ze ook zijn, ze houden vast aan de orde van de Heere om 3:00. De dagsluiting. Om hun gebeden op te zenden tot die grote hoge priester. Die zijn werk volbracht heeft en zijn heilige geest heeft uitgestort. Laten we dat ter harte nemen. Broeders van de kerkraad, maar iedereen. Zelfs het druk zijn in de dienst des Heren is nooit een reden om de orde van de Heren te verwaarlozen. Hoe zou die geest der gebeden in ons kunnen werken als wij de gebeden verwaarlozen? Het lezen van het woord, de onderlinge samenkomst van de gemeente. Ze gaan naar de dagsluiting. En ze gaan de trap op die leidt van de buitenhof naar de binnenhof. De buitenhof was een heel groot plein met zuilengalerijen, een geestelijke ontmoetingsplaats. In de strikte zin behoorde deze buitenhof niet bij de tempel. Hier mogen ook de heidenen komen. En daarom werd deze grote ruimte ook wel de voorhof van de heidenen genoemd. En om het tempelgebouw, het echte tempelgebouw, ja, daar is een grensovergang waar bordjes hangen in het Grieks, in het Latijn. Verboden voor niet-Joden op straffe van de dood. Heel aangrijpend. En het was zo ingrijpend dat ook de Romeinen dat goed vonden, dat ze dan iemand terechtstelden met de doodstraf. Later in de handelingen speelt het bij Paulus daarom als een beschuldiger dat hij een heiden in de tempel gebracht zou hebben. Dus dat is die voorhof van de heidenen. En daar bij de ingang naar de eigenlijke tempel zit een man, of ja, hangt een man, die daar iedere dag door vrienden of familie gebracht worden, een hele club, een hele job en ze houden dat vol. Die hem daar neerzetten en 's avonds weer ophalen om te bedelen. Wat een leven. En onze tekst vermeldt dat hij licht zit bij de schone poort. Die wordt geïdentificeerd met de oostelijke poort die de hoofdingang vormt naar de tempel. Die wordt ook genoemd de Korinthische poort. Die beschreven wordt door Flavius Josephus. De schone poort, die naam heeft het te danken aan het feit dat er kolossale deuren zijn die belegd zijn met massief verblindend Korinthisch koper. En die deuren waren zo massief dat de vereende kracht van 20 mannen nodig was om ze te openen
en te sluiten. Oogverblindend. Ja, maar wie met geestelijke ogen de trap opgaat, wordt door iets anders verblind. Daar ligt een verlamde man bij de schone poort. Zo schoon is dat niet. Ten eerste nota bene. Bij de ingang van het heiligdom een verlamde. Dus waar God present is, een verlamde, hoe kan dat? Dat vloekt met elkaar, de spieren functioneren niet. De spieren die God geschapen heeft om te functioneren, functioneren niet. Het vloekt met Gods schepping. Ja, het getuigt van de zondeval. En wat is nou het grote gevaar? Ja, dat we dat verbinden met die gehandicapten. U weet wel, die verlamde. U weet wel, die in die kar. U weet wel. En dat we niet beseffen. Dat geldt van ons allen. Al gaan we naar binnen door de schone poort, wij zijn niet zoals God ons geschapen heeft. Als ik die man zie liggen, is er nog iets wat me aangrijpt. Heeft die man nooit de Heer Jezus aangeroepen? In de afgelopen jaren, als hij naar de tempel ging. De Heer Jezus is toch diverse keren er langs gegaan. Heeft hij nooit geroepen, gij zoon van David, ontferm u mijner? Heeft hij nooit van hem verwachting gehad? Wat een beeld, geliefde. Vele mensen zijn ellendig omdat ze Christus niet hebben aangeroepen. Hebt u dat nooit gedaan? Is dat de reden dat u bang bent voor de dood? En terecht, terecht. Zonder Christus zijn wij op weg naar de dood. En liggen we in de dood. Zijn er in ons midden van wie het huwelijk een dof ellende is? Ik kan u vertellen hoe het komt. Ik zal het uitgebreid zeggen dat u niet zegt, hij begrijpt het niet. U hebt wel al jaren gebeden of God uw vrouw wil veranderen, of God uw man wil veranderen. Maar u hebt nog niet gebeden, geef mij wat ik nodig heb om uw beeld te zijn. We hebben Jezus er nog niet bij geroepen. Hij is hier vaak geweest onder de bediening van het woord en u hebt hem niet aangeroepen. Bekeert u. Deze man heeft dat ook nooit gedaan. En nu gaat God hem opzoeken. In de derde plaats wat me opvalt. Een derde aspect is die man die vraagt om hulp. En om ontferming. En tegelijk verwacht hij niet meer dan een klein muntje. Als hij een 2 euro stuk krijgt, is hij al bijzonder verblijd. Hij verwacht van niemand een oplossing voor zijn echte probleem. Hij verwacht alleen wat hulp om het leven door te komen tot aan zijn dood.
En is dat niet de scherpste tekening van het probleem van de wereld? De wereld, en dan heb ik het ook over de kerkelijke wereld. Je kan de verlamming niet wegnemen, hooguit €2 voor een broodje. En de man, meer vraagt hij ook niet. Hij ligt bij de tempel en verwacht zelfs van God geen oplossing. Wat kunnen we ellendig in de kerk zitten, gemeente? In het heiligdom van de God van wie wij belijden dat hij de hemel en de aarde geschapen heeft. Hoe gaat dat nu met de ware kerk? Daar gaat God een tekening van geven. Christus betoont zich uit de hemel, de levende verlosser, de tweede gedachte. Petrus verkondigt zonder omwegen het evangelie. Petrus en Johannes gaan samen naar het avondoffer om de dag af te sluiten. Ze komen langs die verlamde en dan lezen we in vers 3, lees maar weer welke Petrus en Johannes ziende, als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. Hij ziet ze niet echt, maar hij ziet wat voorbij gaan. De man is kreupel geboren, volgens hoofdstuk 4 vers 22 is hij al 40 jaar oud. Hij kan geen schoenmakerswerk doen. Hij kan geen enkel vak. En een uitkering is er niet en toch moet hij zich letterlijk en figuurlijk door het leven slepen. En vrienden of familieleden brengen hem iedere dag op deze plek en halen hem weer op. Dat is al een geweldig iets dat die mensen het na 1,5 jaar niet opgegeven hebben. Er is niks nieuws onder de zon. U zult het herkennen, in Londen heb ik beeldelaars gezien. In New York heb ik beeldelaars gezien. In Parijs zag ik de meeste bedelaars. Waar? Bij de ingang van de Notre Dame. En aan de voet van de trappen naar de Sacré-Cœur. Daar zat een man zonder benen. Te bedelen om geld, te bedelen om een muntje van barmhartigheid, van medelijden. Waarom? Omdat ze hopen dat iemand die naar de kerk gaat, misschien eerder iets zal geven dan anderen. Daarom ligt hij op deze strategische plek. Maar is er wel zoveel medelijden, geliefde? Is het geen centenwerk? En als je er langskomt, probeer je niet weg te kijken. En als je kijkt, zoals die man zonder benen, kijk je dan niet extra of hij ze slim verstopt heeft onder zijn lijf? Heeft hij het wel echt nodig? Aalmoes, aalmoes. Jij vraagt het ook aan Petrus en Johannes. Je ziet het voor je, het is niet anders dan elders in de wereld. Emotieloos. Om je af te sluiten. Er is zoveel teleurstelling. Een aalmoes, een aalmoes. Een echte bedelaar kijkt de mensen niet eens meer aan. Dat maak ik op uit het volgende vers, vers 4. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes zei, zie op ons.
Petrus vraagt om oogcontact. Dat is niet vreemd. Vaak is de blik van bedelaars emotieloos. Ze staren voor zich uit. Ze kijken je niet eens aan. Ze schamen zich. En hoeven ze al die blikken niet te zien. En ook ze zijn zonder verwachting. Bedelen is geestdodend. Bedelen is teleurstellend. Bedelen is beschamend. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes. Deze uitdrukking, sterk zien, komt met uitzondering van 2 Korinthe 3 alleen voor bij Lucas. In zijn evangelie en in de handelingen. Petrus werpt niet zomaar een blik om je van, oh, hier heb je wat. Hij kijkt hem intens aan. Dit werkwoord heeft hij in het eerste hoofdstuk ook gebruikt in vers 10. Waar de discipelen de Heer Jezus nastaren. Zo intens kijkt Petrus hier ook. Hij ziet de kreupelen, hij ziet de ellende van de man. Wat een zegen, zo'n blik. Wat een zegen, geliefd, als wij zo op onze naaste zien. En begin dan met direct naast je, je vriend, je vriendin, je man, je vrouw, je kinderen, je dochter, je zoon. Je kleinkinderen en verbreid het van daaruit maar naar je vriendenkring, je collega's, ziet u hen, ziet u hen. Zien wij hun diepste nood? Namelijk dat degenen die buiten Christus zijn, mensen zijn die liggen onder de toren van God. Op weg naar het eeuwig verderf. Ja, dan is voorwaarde wel dat uw eigen ogen daarvoor geopend zijn. Petrus kijkt sterk naar die man en daarom ziet hij, die man kijkt niet sterk naar hen. Vandaar dat Petrus zegt, kijk ons aan, zie op ons. Wil Petrus in de aandacht staan? Nee. Maar weet wel dat de Heer nooit ongewenst een wonder doet. Daarom maakt Petrus de aandacht van die man gaande. Kijk ons aan. En daar, ik kan het niet voordoen, maar daar gebeurt het. Maar wat zegt Petrus dan als die man... Die zal denken, nou krijg ik een keer 20 euro. Maar dat is een klap. Vers 6. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Dat is misschien de eerste instantie teleurstellend voor die man. Ja, had een doorgelopen man, als je niks hebt. Die woorden wekten verwachting van hen, zie sterk op ons. En dan kijkt die zilver of goud hebben we niet. Ja, dat is teleurstellend. Zoals het voor de wereld van onze dagen teleurstellend is en ook voor kerkmensen
Als we zeggen, de kerk is er niet voor allerlei fatsoensprogramma's, om aan allerlei meetings en allerlei demonstraties deel te nemen en vredesacties. Daar is de kerk niet voor. Zoals ook velen teleurgesteld zijn als God niet direct het gebed verhoort, zodat ze zo graag willen. Ja, sorry hoor, ik ga niet meer naar de kerk. Ik heb zo lang gebeden en God heeft geen boerbaar gezegd. Maar God kan datgene wat je graag wil aan de kant zetten om je wat beters te geven. En Petrus zei... Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarene, sta op en wandel. Daar is nou de kerk voor. Daar is nou de kerk voor. Het is de taak van de kerk om iets te doen met het werkelijke probleem van de mensheid. En dat is redding van het wezen... en van de gevolgen van de zondeval. En dan gaat het nog verder. Want veel mensen weten niet eens dat dat hun werkelijke probleem is. En dat is de taak van de kerk. Om te vertellen, u bent God kwijt. U kunt niet sterven. En de kerk moet geen aspirines geven of slaaptabletten. Maar werkelijke redding... Petrus verkondigt aan die verlamde Jezus, van wie die misschien gehoord heeft, nou die is dood, die is gestorven. Ja, wat gaat de tijd hard. Het is al meer dan 7 weken geleden. Petrus verkondigt hem als de levende. God heeft hem uit de doden opgewekt. Hij is naar de hemel gevaren en zit aan de rechterhand. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Zo mag de kerk getuigen. En aanhandelen. Wat je ook nodig hebt. Hij heeft alle macht. Hij kan het. Hij wil het. Ik, Petrus, kan het niet, maar hij kan het. En Petrus geeft dan in 1 adem 2 bevelen, sta op en ga wandelen. En dan vers 7, en hem grijpende bij zijn rechterhand, richtte, trok hem overeind. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. Dus Petrus geeft niet alleen het bevel. Hij grijpt ook zijn rechterhand en trekt hem overeind. Proeft u wat er gebeurt. Petrus zegt, in de naam van Jezus Christus sta overeind. Petrus grijpt hem bij de rechterhand. En de man stapt op. Hij springt overeind. Het is van 2 kanten geloof. Petrus trekt hem. Petrus gelooft dat het gebeurt. En die man laat zich optrekken en springt overeind. En de Heere verricht het wonder en terstond werden zijn voeten en zijn enkels vast. En zijn spieren doen hun werk. Een ervaring die hij nooit van zijn leven gehad heeft. Want tot nu toe, zijn moeder heeft misschien wel geprobeerd, maar de handjes opgetrokken, even losgelaten en dan viel die. En de dokter zei, ach moeder, dat zal denk ik nooit meer anders worden. Nog nooit op zijn voeten gestaan. Laat staan, gelopen. Hij ervaart een ongekende nieuwe kracht. In zijn benen, in zijn voeten. En in plaats dat ze hem laten vallen, dragen ze hem. Dat had hij nooit om gebeden.
dat heeft hij nooit voor mogelijk gehouden. Daar had hij nou nooit ook maar een spettertje op gehoopt. Hoewel hij vlak bij de ingang van de Almachtige zit, heeft hij daar eigenlijk nooit meer om gebeden. Hij is zo geboren. Liefde, is dat het beeld van uw leven zonder verwachting in de kerk? Ja, mens moet toch doen wat hij kan, maar zonder verwachting. In de kerk van hem die geeft boven bidden en boven denken. Wat geeft hij een gave die alles te boven gaat? En demonstreert de Heer daar niet mee wat zijn bedoeling is met Pasen, met Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren? Namelijk dat hij onverdiend en onverwacht de grootste gave wil uitdelen. Ik durf het door te trekken naar ons samen zijn in de naam van Jezus. Als dienaar mag ik het woord van Petrus volgen. Ik sta hier ook te midden van doden die nog nooit een traan gelaten hebben. Geen traan uit het godsgemis. Geen verlangen, geen verwachting. En nu hoef ik vanavond niet mij te beperken tot een vrome wens. Mocht het nog eens veranderen. Integendeel, de Heer Jezus heeft zijn knechten uitgezonden met volmacht. Wat is de laatste opdracht van Jezus bij de hemelvaart? Niet ga vroomwensend rond. Verkondig het evangelie aan alle creaturen. Verkondig het met volmacht. Welk schepsel je ook tegenkomt, verlamd of huppelend, verkondig ik wil haar, ik wil zijn verlosser zijn. Wie in mij gelooft zal leven, sta in de kracht van de verkondiging. Hoort u het? Verstaat u het? Misschien zit u in de kerk. U gaat niet aan het heilige avondmaal. En u weet, u moet bekeerd worden, u weet het allemaal. En u zegt het tegen de ouderling, maar ach, maar ach. Vanavond bent u ook niet opgekomen. U zit net als die verlamde weer, zoals altijd, op uw plek. U bent niet opgekomen met verwachting. Nee. Ach, het is nooit weg. Hè? Het is toch altijd beter dan niet gaan. En misschien zit er een opbeurend woordje bij. Mag ik u oproepen, zie op mij. Hef uw ogen met verwachting omhoog. Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, sta op uit de dood. Het woord staat toch vol met dat soort oproepen, of niet? Bekeert u er en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de geest ontvangen. Gelooft in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden, u en uw huis. Wie er ook maar dorst heeft die komen en die wil, die neemt het water des levens om niet. Gelooft u dat? Die man gelooft wat Jezus, wat Petrus zegt. Nee, hij gelooft niet. Nee, nou, ik ben eindelijk aan de beurt. Dat heb ik altijd wel geweten.
Hij gelooft ook niet, ja, het moet nu wel gebeuren, want ik heb er zo intens altijd om gebeden. Hij heeft er nog nooit om gebeden. Sta op en wandel. En Petrus helpt hem. Die steekt zijn hand uit. Hij grijpt die hand en komt overeind. En later begrijpt hij, ik heb geloofd. Hij zal met verwondering ter plekke belijden. De Heere gaf mij ter plekke het geloof. En zo laat hij zich overeind trekken. Hij had ook kunnen zeggen, zijn hand terugtrekken, loop door man, ga met een ander spotten. Had zijn gezicht verdrietig de andere kant kunnen opwenden. En denken, oh, man loop door, dat is niet voor mij. Er is eerst wel eens wat anders nodig, wat niet kan. Zo gaat het niet. Liefde, wat is dit anders? Wat is dit dan anders? Dat waar het evangelie verkondigt, u de hand grijpt. En opstaat uit uw dood en verlamming en zegt, Heer Jezus, ik geloof in uw woord. U zegt dat wie in u gelooft niet beschaamd zal worden. U zegt dat wie tot u komt geenszins wordt uitgeworpen. Ik geloof dat u mij redden wil. Ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Mij in mijn ongelovigheid. Als u gelooft in de Zoon van God, zal God uw zonde nooit meer gedenken. Spreek dat uit. Zie met die verwachting op de Heere. Kom overeind uit uw verlamming op het woord van Jezus. En terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En terstond, dat betekent dadelijk op hetzelfde ogenblik. Want de Heere geeft wat hij vraagt en hij doet wat hij zegt. Maar hoe kan dat dan? Gemeente, ik snap er niks van. Ik begrijp er niks van. Ik begrijp er zo weinig van dit wonder. Ik ga niet redeneren. Ik ga het alleen maar aanbidden. Terstond. Dat is een aanzienlijk onderdeel van de christelijke boodschap. De boodschap zegt niet, neem maar dit, probeer dit middeltje, maar je zult merken dat het op de duur wel misschien gaat helpen. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Zie op Christus en op dat ogenblik word je gered. U gehoorzaamt en grijpt de hand. En Christus geeft op hetzelfde ogenblik zijn leven. Door ons uit te snijden uit Adam en te verbinden met zichzelf. En zo verandert hij in een ogenblik. Er kan niks van ons meedoen. En dat is nou die verborgen kracht en werking van de Heilige Geest. De Heer neemt zelf alles, maar ook alles mee. Hij neemt weg wat er vanaf onze geboorte was en hij schenkt wat er nooit geweest is. En wat zit daar een vreugde in, lees maar vers 8. En hij opspringende stond en wandelde, ging met hen in de tempel wandelend en springende en lovende God. Hij springt nota bene overeind. Het Griekse werkwoord exalomai betekent omhoog springen. Opspringen. Hij staat. En wat zal die verwonderd zijn. Hij gaat wandelen. Misschien dat hij het eerst even voorzichtig geprobeerd heeft.
Er is geen enkel probleem. Hij is niet naar therapie geweest. Het lukt allemaal. En hij gaat dan ook met Paulus en Petrus mee, de tempel in. Ja, en hij kan niet stilletjes lopen. Hij loopt te huppelen van zielenvreugd en God te loven. Ja, als Hollanders zijn wij wat nuchterder. We moeten dat ook maar niet organiseren. Dan wordt het geen huppelen van zielenvreugd, maar meer een dansuitvoering. En dat moeten we hier niet hebben en ook in de andere samenkomst niet. Maar die blijdschap, die blijdschap. Deze blijdschap is niet vreemd. Wat word je blij? Wat word je blij als je de Heere gelooft? En de vervulling van zijn belofte ervaren mag. Wat word je blij met evangelisatiewerk als je leven ziet komen in de ogen, leven van verwachting. Wat blij, word je blij. Je kunt wel huppelen van zielenvreugde omdat je onverwacht je wens verkrijgt. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Wat is die blij van binnen? Wat is die blij van binnen? Dit is boven bidden, boven denken. Het is toch niet te geloven dat hij nu mag doen wat hij jarenlang alleen anderen heeft zien doen. Hij huppelt en springt. Tussen de gebouwen klinkt de echo van zijn vreugdekreten. Wat een wonder. Ja, en wat een wonder, er staat niet. En hij loofde en prees Johannes en Petrus. Nee, hij loofde God. Zijn hart is werkelijk aan de Heere verbonden. Het valt iedereen op, lees maar mee in vers 19. En alle volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten aan de schone poort van de tempel. Ze werden vervuld met verbazing en ontzetting over wat er met hem gebeurd was. Het laat zich verstaan dat zo'n gebeuren de aandacht trekt van een nieuwsgierige menigte. Want ze herkennen hem, dat is toch die man. Dat is toch die man die altijd... Ja, hij is echt. Wat, hoe kan dat? Ze zijn verbaasd. Gelukkig, ze denken niet dat het nep is. Ze zijn verbaasd. Wat een wonder. Ja, het is een wonder en een wonder is een teken. Want die twee apostelen hebben die man niet genezen door enige kracht of kundigheid van henzelf. Het gebeurde toen zij de naam en het gezag van Jezus Christus noemden. Toen zij Jezus' naam aanriepen. Toen sprong die op. En voor de eerste keer in zijn leven voelde hij zijn voeten. Een teken dat de kracht waardoor Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde vele wonderen had vervuld. Jezus is opgevaren, maar zijn kracht werkt hij door zijn discipelen. En Jezus en Paulus, Petrus en Johannes gaan te bedden brengen dat deze kracht niet beperkt is tot een lichamelijke genezing. In Capernaum heeft Jezus bijna met dezelfde woorden het bevel gegeven aan die man van de vier vrienden om op te staan. Die door zijn vrienden door het dak naar beneden gelaten was. Die jongens en meisjes weten wel. Sta op, neem je bed op en wandel. En dat was een teken en een bevestiging dat Christus de macht had om de zonde te vergeven. En zo hebben ook de discipelen niet alleen in zijn naam de bevoegdheid gekregen om in zieken in zijn naam te genezen.
maar voor alles om vergeving van de zonde te preken. Voor wie gelooft in Jezus Christus. En voor degene die zien kunnen, is de genezing van deze kreupelen teken van de nieuwe eeuw. Jesaja heeft ervan gezegd in hoofdstuk 35 vers 6. De lamme zal huppelen als een hert. Nou, van deze gelegenheid zal Petrus gebruik maken. Er volgt een hele preek, dat is een preek apart. Maar ik hoop dat nu het plaatje helder is van wat Jezus gedaan heeft in Jeruzalem. Hij wil armen en ellendigen die zonder hoop zijn in de ruimte stellen en blijdschap geven. Dat maakt blij. Dat is Pinksteren. De geest vraagt geen aandacht voor zichzelf. Hij verheerlijkt de naam van Christus en doet hopeloze zonder uitzicht. God loven. Dat overkomt je. Dat gebeurt van boven vandaan. En dan verstaan we het geheim van de ware kerk. Die heeft geen goud en zilver. Maar die geeft wat Christus heeft toevertrouwd. En als de kerk dat niet verstaat, daaraan ontgroeid is, is het een dode boel. Ik zal u een voorbeeld geven. Paus Innocentius II telde voor Thomas van Aquino een heel bedrag uit aan zilver en gouden munten. En hij wou leuk zijn, hij zegt, Thomas, de kerk kan niet langer zeggen, zilver en goud heb ik niet. En Thomas antwoordde, dat is waar, heilige vader. Maar het erge is dat ze ook niet meer kan zeggen, sta op en wandel. Wat is dat een les? We kunnen de mooiste kerken bouwen, daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar als dit geloof weg is, is het armoedroef. En geprezen zij de naam van de Vader. Dat ik tegen u allen mag zeggen. Zie op de verhoogde Christus. Zoals heel Israël zag op de verhoogde slang. U kunt genezen opstaan uit de dood. Amen. Psalm 68, het tweede vers. Die blijdschap ten hoogste stijgen. En dan straks na het dankgebed zonder nadere aankondiging. Het tiende, geloofd zij God met diepst ontzag. 68, nu vers 2, straks vers 10.